Vandaag speel ik verstoppertje tegen 100 kinderen. Ja! 99, 98. Inderdaad, 100 kinderen. En dit is pas het begin. Want in deze hele video spelen we verstoppertje op 4 zieke verstoplocaties. 85, 84. Ga nu de bus in. Hé, hij kan ons zien. 63, 62. Ben eens op het dak geklommen. En we beginnen nu. Ik kom, baby. Hey. Hey, wat doe jij hier? Niks. Dit is mijn Mattie Pol. Om het wat spannender te maken, helpt hij de kids hier en daar een beetje. Lijkt gewoon een vuilniszak, toch? Ja, het zal toch niet, hè? Of iemand is iets vergeten, of... Verdomme! Eén kind gevonden. Nog 74 te gaan. De 25 kids die dan nog verstopt zitten, gaan automatisch door naar de volgende ronde. Dit is echt een jackpot! Ik zie of een verdwaalde sneaker, of het is een kind. Hey! Hij heeft iemand. Je bent gepakt! Ik zie jullie wel. Er zitten hier gewoon drie. Hij was net heel dichtbij. Mag je iets vragen? Ja. Stel je voor, je bent een kind en je moet je verstoppen hier. Waar zou je dan gaan zitten? Ergens in de bosjes. Oké, bedankt. Ja, ik moet nog 60 kinderen vinden. Ik heb je, vriend. Ik heb jullie ook, boys. Jammer. Bas, ik heb je. Ik zie jullie. Ik zag je wel. Daar. Ik zie jullie. Die mensen bij jouw voeten ook. Ik heb je. Jackpot, yes! Ik zag daar heel veel, daarachter, ja. Daar helemaal daarachter. Ja, oké. Ja, ja, ja. Echt daarachter zag ik... Nee. Ja! Ai. Goed gedaan, wat is je naam? Keanu. Keanu. Ik zat eerst op het dak. Mocht niet. Oké, al 46 kids gevonden. Deze kids maken allemaal geen kans meer op de hoofdprijs. Hoofdprijs? Hè? Ja, want de kids die alle vier de rondes weten te doorstaan, winnen een jaar lang gratis spelen op alle locaties uit deze video. Maar goed, daarover later meer. Eerst even ronde 1 afmaken. Jongens, hij komt! Snel weg! Helemaal niet. Ah! Ja, ik zie je. Hé, hey, die zijn er gaan kijken. Is het een boom of is het een mens? Nee! Oh, hey, wat een plek. Kom hier nog, het duurt een beetje lang, man. Zit hier op je te wachten, hè? Hé, hey, drie kids op elkaar. Ja! Man. Nee! Ik had het je zo gegund. Als hier iemand zit, echt strijder. Die heeft zoveel brandnetels getrotseerd. Ik ga niet eens verder zoeken, want als je zoveel brandnetels trotseert... Strijder! Oh, wacht even, we hebben iemand. We hebben een uitdager. Wat zei je? Ik ben de strijder. Oh, yo, echt, ik heb zoveel... Oké, wacht, weet je wat? Ik gun je. Hij laat me gewoon weggaan. Ik heb jullie. Ik heb je. Hé, hey. Oh, yo, je lag helemaal in de brandnetels. Hallo! Ik moet nog één iemand. Ik heb de laatste. Yo! Je bent de laatste. Martijn, je bent de allerlaatste. Je hebt gestreden tot het eind. Oké, jammer voor Martijn, maar de overgebleven 25 kinderen zijn dus door naar de volgende ronde. Kom er maar uit! Jullie zijn door! Ja! Gaal! Jullie zaten in die brandnetels. Ja. En goed gedaan. Jij bent ook brandnetelboy. Er zijn nog 25 over. Tijd voor... Ronde 2! De 25 overgebleven kids spelen een tweede ronde verstoppertje hier, in Kids City Utrecht. En dit is niet zomaar een ronde, want één van de kinderen moet gaan zoeken. Wie voelt zich geroepen? Maar ben je dan door? Ik weet het niet. Als je het aandurft, dan... Maar ben je dan door? Gast, dan ben je niet door, hè? Wil jij het doen? Ja. Oké, hoe heet je? Julian. Julian? Ja. Oké, dit zijn de regels. De eerste 14 kinderen die Julian vindt, zijn sowieso af. Maar Julian kan zelf ook afvallen. Want ik ga me ook verstoppen. En als Julian mij niet binnen 30 minuten kan vinden, dan moet hij helaas zelf ook naar huis. Mijn missie is om konfijn te zoeken. Ik ga proberen iedereen zo snel mogelijk te pakken. Julian, ben je er klaar voor? Ja. Kan je van 100 naar 0 tellen? Nee. Ja. Mag je beginnen? 100! Ah, Jalla! Ik mag ons nu gaan verstoppen. 24, 6 en 8, 48. Verstop achter die rot. Let's go! Woehoe! 65, 64. Zullen we deze in de jungle gebied of vind je leuk? Een beetje bang maken. Is hier dus een lasergamezaal? Hier is geen één kind. Schiet op. Oh, oh. 3, 2, 1. Ik kom! Je denkt misschien, Calvijn, jij gaat gewoon een kind natuurlijk wel even een beetje makkelijk maken. Nou nee, het is erop of eronder, maat. Ik zie daar al iemand lopen. Die gaan we pakken, hoor. Hallo! Luna, Tensa. Ik moest diep in de bosjes kruipen. Er zitten nog meer. Nee, we zijn helemaal alleen, hoor. Ja, denk het ook. Er zijn geen andere mensen meer. June en Anne-Sophie. Je kan me makkelijk zien. Ik denk dat hier misschien nog een paar mensen zitten. Ja, ik hoor al iemand bewegen. Ik zie een GoPro. Hallo. Ja, ik denk gewoon een beetje pech. Twee mensen. Er zit daar nog iemand. Fleur. Hallo? Hallo? Hihihi.
Wat lach je? Ja, zo. Dit is toch een harde plek? Er zit geen één kind hier. Nee. Ik dacht, je gaat die kind allemaal zitten. Donker. Ja, zo is het nou weg hier. Nou, jammer dat hier niemand zit. Julian vindt het ene kind na het andere, maar het lukt hem niet om mij te vinden. En inmiddels is hij ruim 20 minuten bezig. Hij heeft dus nog maar 10 minuten om mij te vinden en anders is hij af. Och, die camera verpest het. Hallo? Camera. Waar zit iemand? Iemand zit hieronder. Hallo? Degenen die nog niet gevonden zijn, hebben gewonnen. Ja! 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 Julian heeft 14 kids weten te vinden. Maar hij heeft mij nog niet. Hier zitten. Wow, Julian! Bro! Je dacht, ik kijk niet in de laser game. Nee, ik dacht dat het daar de camera's waren en toen zag ik je niet. Julian heeft me gevonden, maar was het binnen 30 minuten? Oude zoeker. Je hebt er 33 minuten over gedaan. Jammer. Ik vind het wel stoer dat jij de zoeker wilde zijn. Dus als jij welk pretpark dan ook heen wil met je ouders of je familie, dan betaal ik dat, ja? Ja, dat vind ik heel leuk. Niet doorvertellen, want anders worden ze allemaal jaloers. Hoor je ook, ik word wel een partijtje duister hiervan. Nee man, ik ga eruit. Doei. Tijd voor ronde 3. In deze ronde spelen de laatste 10 kids in 2 teams tegen elkaar voor een plekje in de finale. Jullie moeten één iemand uit jullie team kiezen die de zoeker gaat zijn. Team Groen koos voor Cas en Team Rood koos voor Tijmen. Veel plezier. De overgebleven kids mochten zich weer gaan verstoppen. Het eerste team dat helemaal is gevonden moet naar huis. Het andere team staat in de finale. We gaan gewoon in de prullenbak, hoor. Dat is gelijk, man. Auw. Oh. Een beetje bloed. En terwijl de kids deze ronde uitvochten, kon ik eindelijk even pauze nemen. Ik kan gewoon chillen nou, weet je. Dat is ook wel eens lekker. Wie is dat? Ja, Pim. Fuck. Hé, hey, Pim, jongen. Dat ging hartstikke snel. Ja. Nathan. Ja! Nathan is gevonden, bro. Ja. Kijk, jongens. Het is snel. Nou, Dennis. Jezelf even uitrekken. Zou je dat nou wel doen? Er is iemand naar je op zoek, hè? Nee! Ja. Dennis, ja. Yes. Lekker. En na minder dan een uurtje zoeken... Die! Ja! Hadden we onze finalisten. We hebben gewonnen. Kom maar! Dit zijn de 5 finalisten. Ja! Wie denkt dat hij de finale gaat winnen? Nee. Oké. We hebben hier. Waarom denk je dat je de finale gaat lukken? Omdat ik gewoon de eerste paar keer dat ik ging verstoppen, had ik gelijk een goede plek gevonden. Oké. Dus ik heb wel denk ik een instinct voor goede plekken. Nou ja, we zullen het zien. Daar gaan we dan. De finale. In Funzone Aalsmeer. Er waren nog 5 kinderen in de race voor die heerlijke hoofdprijs. Een jaar lang gratis spelen. Een jaar. Hele jaar lang. Maar dat is dan wel goed. Dat is dan wel goed. Jullie kunnen alle 5 winnen. Dit is namelijk de buurtplek. De buurtplek? Het is dus niet meer genoeg dat ik iemand gewoon zie. Ik moet eerst nog naar de buurtplek rennen en hun naam hardop zeggen. Maar als een kind eerder bij de buurtplek is dan ik, dan heeft hij gewonnen. Daar gaan we. De laatste ronde. Jules, Dennis, Tijmen, Lucy en mijn aartsvijand Lieke. Ik telde af. 100! 99! De kids gingen er vandoor. De actie begint. Ik kom! Nu. Eerst even in de buurt van de buurtplek blijven. Hè? Dat is, Je moet altijd even hier blijven, inderdaad. Een beetje om je heen kijken. Ben Dennis! Nee! Bro! Ik kon het ook niet doen alsof ik je niet zag. Ik dacht ook, je ziet me sowieso al. Je hebt gestreden, man. Kijk, eigenlijk is mijn doel gewoon om Lieke te pakken. Dat is eigenlijk het enige wat ik wil. Hij is echt man. Je zag zichzelf ook al als winnares, weet je wel. Die dacht gewoon, deze is voor mij. Kat in bak. Wie denkt dat hij de finale gaat winnen? Ja. Ik word helemaal para. Ik denk dat ik iemand zie. En terwijl ik Jules dacht gespot te hebben, pakte Tijmen zijn kans. Ik zit dicht. Oh! Ja, punt vrij! Wat met Jules? Oh, ik ben Jules. Oh, hoi. Ja! Tijmen, gefeliciteerd, jongen. Dankjewel. Je hebt het zo goed gedaan. Ik had echt stress toen je daar stond. Ik moet Lieke vinden, man. Ik moet haar winnen. Dat is het belangrijkste. Okay? Dit is de koningin van Verstoppertje. Ze heeft zichzelf al gekroond. Dus ik moet haar van de troon stoten.
hoor iets. Lucy, bid Lucy. Vast. Kom maar uit, ik help je. Oh, je was er bijna. Ja. Ja, echt pijn in mijn hart. Maar weet je, een spel is een spel. The game is the game. Ze vroeg aan mij of ik daar tegenaan wilde tikken per ongeluk als jij dus uit de buurt was. We moesten hier blijven. Ja. Dus ik gooide die bal precies daarop en zij hoorde dat. Kwam er meteen uit, maar ze struggelde zo hard. Maar anders had het wel gelukt, denk ik. Want jij zat daarachter. Er was nog maar één kind over. Mijn grootste vijand, Lieke. Lieke, kom je pakken! Ga je slopen! Ik dacht eerst nog dat ze een beetje stoer aan het doen was. Maar wat blijkt, sommige kinderen zijn gewoon echt heel goed in verstoppertje. Lieke, kom, we moeten naar huis! En terwijl ik dacht overal te hebben gezocht. Ik ben letterlijk gewoon ongeveer in elke hoek al geweest van dit speelparadijs. Maar het komt er maar niet uit. Nee! Ze heeft je geowned. Lieke, ik wilde jij zo graag hebben. Het is je helemaal gelukt. Dit zijn ze dan. Tijmen en Lieke. De winnaars van een jaar lang gratis spelen. Dat is wel goed.